Goedemorgen! U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Er ligt veel bewolking over Nederland en uit die bewolking regent het geruime tijd. Het duurt echt wel even voordat de neerslag het land uit is. Aan het eind van de ochtend, misschien in het uiterste noordwesten van het land al droger. Temperatuur in de ochtend 9 tot 11 graden en er komt vanmiddag maar weinig bij. De maxima lopen uiteen van 10 tot 13 graden en dat is echt het uiterste maximum in het zuidoosten. In de loop van de middag van het noordwesten uit wel droger en een enkele opklaring. We zien de zon dus nog af en toe schijnen. En die opklaringen breiden zich vanavond geleidelijk aan over het land uit. Er kan nog wel een enkele bui vallen, met name in de kustgebieden, ook vannacht. Morgenochtend, eerst in het westen van het land, een paar buien, later ook in het oosten. Tussendoor een klein beetje zon en het wordt 10 of 11 graden. De wind waait matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Voor de dagen die volgen blijft het licht wisselvallig, maar wel met de nadruk op licht. Want de droge periode overheersen, er valt slechts een enkele bui en geregeld is er ook ruimte voor de zon. Voor de temperatuur maakt het allemaal niet veel uit. Het is ongeveer 11 graden, wat normaal is voor de tijd van het jaar. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.